de aandeelhoudersvergadering van EADS vindt plaats vandaag. Zij zouden niet moeten investeren in de wapenhandel, want daardoor ontstaan oorlogen of worden oorlogen in stand gehouden. Ja, dat bederft het leven van heel veel mensen. Ja, als je dat ook bestaat. Blijf staan! EADS is een organisatie die handelt in wapens. Een van de grootste hier op de wereld, zeg maar. En dit is de jaarlijkse bijeenkomst. Ik vind er niet één ding verkeerd aan, zeg maar. Er zijn een hoop dingen die er verkeerd aan zijn. Ik geloof niet dat dat de wapens gemaakt worden voor de oorlog, maar oorlog eerder bijvoorbeeld gemaakt wordt om de wapens kwijt te kunnen. Bepaalde mensen met veel geld, ik heb het idee dat we niet geven op hun... Zozeer om een medemens geven die ze niet kennen. En voor meer geld alles doen. Over lijken gaan dus. What do you feel when you support the murderers? I feel good. Yeah, you feel good? Yeah. Do you would feel good if your family would be bombed by your bombs? Would you feel still good? I'm asking you. Are you ashamed to answer? You can come inside. Check your bag. Yeah. Het is denk ik voor de mensen die een aandeel hebben tijd om zich te gaan melden bij de poort om te kijken of ze erin kunnen en met hoeveel ze erin kunnen. Waar zijn onze aandeelhouders? Sommigen zien er echt heel chic uit. Denk je van ja, nou dat zijn gewoon echt die kunnen gewoon naar binnen zou ik zeggen. Zo zien ze er altijd uit. Dit zijn de aandeelhouders van de campagne tegen wapenhandel. Zet ze even op de foto. We gaan een heleboel vragen. En ik denk vooral, ik ga vragen over de exportkredietgaranties. Hoe afhankelijk is EADS van de Franse en Duitse exportkredieten? Want er is in de Duitse financiële pers bekend geworden dat de onderminister van Economische Zaken van Duitsland, Hens, dat hij in ruil voor Duitse exportkredietgaranties graag deel wil nemen aan de directie of het bestuur van EADS. En EADS heeft al een aantal zaken rondom corruptie in Finland, Slovenië. Ik moet even naar binnen. We gaan het proberen om binnen te komen. Als we niet binnenkomen, ja, dan zit er denk ik niks anders op dan naar buiten gaan. En dat gewoon ook een beetje bekendmaken dat het zo gaat. Dat er gewoon een aandeelhoudersvergadering is waar aandeelhouders kunnen inspreken. En dat je gewoon dat recht ontzegd wordt. Dus dat bedrijven gewoon helemaal een eigen houtje, een eigen geurtje maar kunnen gaan op die manier. Hebben jullie een kaart gezet? Sommigen wel, sommigen niet. Ik sta op de lijst. Als je geen kaart hebt en een lijst hebt, mag je daar in dat witte huisje gaan. Kan ik daar ook voor mijn gemak in huisje? Nee, goed. Vindt u daarvoor op? Daar ga ik niet over. Oké. Wie hoort u erbij? Ja. Door de eerste deur. Prima. Ja, helemaal goed. En dan beginnen we ook. Even wachten. Oké. Ook niet als deze mensen zitten. Nee. Hey, een livestreamen, dat is heel wat anders dan de pers, want ik ben vrijer van de pers. Livestreamen mag toch wel? Dan kan heel de wereld zien wat daar gebeurt. Dat is toch mooi?
have an admission card or an Eintrittskarte? What would you feel if your family would be bombed by the weapons what you are supporting? You can come inside, we'll get your card over here. Would you do it to your family? Never mind? What would you feel if it will happen to your children? What is happening to those children who are bombed by these weapons from it? What would you feel? Are you ashamed to answer? Oh, you have both. Is it for two people? One. What would you feel? You can take this with you with your identity card and go to the store. Learning. Je kan het ook gewoon met je handen doen. Nou, in plaats van bommen te maken en te verkopen, hebben wij bommen gemaakt met zaadjes erin. En die planten we in de grond, zodat we volgend jaar onze eigen courgettes hebben en heel veel mooie bloemen. Misschien wel aardbeienplantjes. Because we are activists. En I said that there cannot be an argument. It's not a legal argument that we are activists. And in the past it was all never a problem to enter this meeting. I've been here in 2002, 2003, and you were also always very, very kind. Goed geld! Onderwijs staan! Shame on you! Shame on you! What do you feel supporting the weapons which are killing children? I don't have any idea of the product range. The weapons are killing. Yeah. Yeah, what would you feel about? Maar je kan in ieder geval je pensioen afkopen. Je kan van bank overstappen. Die investeert in EADS of een andere wapenhandel. En welke banken dat zijn? De banken die daarin investeren zijn IAG, ABN, ik dacht SNS ook. Fortis als ik het wel had en Rabobank als ik het wel had. Daar kun je ook van overstappen op een iets duurzamer alternatief, Triodos al ASN. Dat zijn goede alternatieven ervoor. En wat ik zeg, je pensioen gewoon afkopen. Jammer dan dat je geen pensioen hebt verlaten, maar waarschijnlijk heb je dat toch niet veel aan. En is dat iets om ons bezig te houden, lekker hard werken en uiteindelijk zien we er toch niks van. Dus dat is ook, daarvoor hoeft het eigenlijk wat mij betreft ook niet helemaal meer te doen. Dus gewoon afkopen, wegwegen ze. Niet meer inzitten. Weet het. En doe er wat aan. It will bring bad publicity to your hotel. You should think about that, not about some one short call business. But your boss would think about it. Lekker staan. Waarheen? Gewoon even daar. Kijk bij welk pensioenfonds je zit of welke bank je zit en je weet wat je moet regelen.